De rehabilitatie van de veerverbinding Paramaribo-Meerzorg, vice versa, zal dit jaar beginnen, zei minister Uraiki Tramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme. Gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée was dat. De rehabilitatie van deze veerstijger is opgenomen in het crisis- en herstelprogramma. Niet alleen economische bedrijvigheid wordt verwacht, maar ook de Sjoerd-Weidenbosbrug zal worden ontlast met dit project. Op dit moment is de Weidenbosbrug de enige verbindingsweg tussen Paramaribo en Kommerwijnen. Deze verbindingsweg wordt gebruikt voor zwaar en gemotoriseerd transport. Indien er een calamiteit, en we kloppen het af, voltrekt en deze verbinding komt weg te vallen, zal dit zeer nadelige gevolgen hebben voor de samenleving en ook voor de levering van goederen. In dat kader is het van essentieel belang dat er een alternatieve verbinding voorhanden ligt en de veerverbinding Paramaribo-Meerzorg vice versa wordt gerehabiliteerd. Voorzitter, laat me ook meteen meegeven dat het niet alleen gaat om het rehabiliteren van de veerstijger, maar ook het aanleggen van een parkeerhaven. Minister Ramsaran benadrukt dat zijn departement nu bezig is met de administratieve voorbereiding om een start te maken met de rehabilitatie van de veerstijger Paramaribo-Meerzorg.